Hallo. Nog steeds heel actueel natuurlijk is hoe houd ik mijn weerstand goed op peil? Niet alleen met vitamines zoals D3 en K2 en vitamine C in de natuurlijke variant, dus niet het ascorbinezuur. Dat kan je weerstand verbeteren, maar ook je voeding zelf. Het blijkt dat veel mensen die nu op de IC liggen met ernstige klachten een te hoog leptinegehalte hebben. Dat is op zich misschien niet heel raar, omdat leptine en insuline nauw verwant zijn. Veel mensen met overgewicht hebben insulineresistentie en ook leptineresistentie. Het leptine is een hormoon dat wordt aangemaakt in vetcellen als we gegeten hebben. En de bedoeling van het leptine is dat het aan de hersenen het signaaltje geeft dat we verzadigd zijn en dus stoppen met eten. Als je leptine-resistent bent, dan blijft je lichaam te veel leptine maken omdat dat signaaltje niet goed doorkomt. En je blijft dus ook veel eten. Nou, hoe kan je daar zelf met voeding wat aan doen? Het leptine-dieet lijkt dus ook veel op het insuline-resistentie-dieet. Niet raar dus. Het komt erop neer dat je 3 hoofdmaaltijden per dag neemt, maximaal. Tussen de maaltijden 5 tot 6 uur laat zitten. Dus je gaat echt deels vasten. Niet snacken, niks tussendoor. Je houdt het laag in koolhydraten. En als je dat op die manier doet, dan kan je leptinegehalte al binnen een dag halveren. Voor insuline duurt dat langer. Insuline heeft een aantal dagen minimaal nodig om te dalen. Maar met het leptinegehalte kan je dat dus heel snel doen. Op die manier zal je voeding bijdragen aan een goede weerstand.